Jacobus Hertogs was een beruchte Nederlandse seriemoordenaar in de jaren 70 en 80. Hij stond bekend vanwege zijn koelbloedige manier van handelen en zijn leugens om te ontsnappen aan een veroordeling. Maar wie is dit monster? En wat heeft hij allemaal op zijn geweten? In deze video vertel ik je alles over deze leugenachtige moordenaar. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal zodat je geen enkele video hoeft te missen. Jacobus Dirk Hertogs. Werd geboren op 16 december 1949 in een katholiek gezin met maar liefst 17 kinderen. Toen Koos geboren werd, waren zijn broers en zussen al bijna volwassen. Hij was een nakomeling. Zijn ouders werkten in de tuinbouw en hadden het financieel niet breed. Als kind was Koos al een lastpak en had hij vaak ruzie met zijn oudere broers. Hij was ook een moeilijke leerling op school en had regelmatig conflicten met zijn leraren. Op de middelbare school werd hij van school gestuurd vanwege zijn wangedrag. Als puber was hij zo onhandelbaar dat hij jeugd TBS heeft opgelegd gekregen toen hij 16 jaar oud was. Vanaf dat moment leefde hij van te huis naar te huis. Toen hij ouder werd, kwam hij vaak in conflict met de politie. Hij heeft meerdere keren in de gevangenis gezeten voor rijden zonder rijbewijs, inbraak, gewapende overvallen en drugshandel. In zijn jeugd werd hij al 26 keer veroordeeld. Het was absoluut geen lievertje. Rond 1980 woonde hij met zijn vriendin op de Zuidwal in Den Haag. Met een dikke metalen plaat met grendels achter de voordeur had hij daar maatregelen tegen politieinvallen genomen. In hetzelfde pand bleek later dat hij er ook een geïsoleerde martelkamer had. Koos gebruikte veel cocaïne, is naar eigen zeggen seksueel hyperactief en heeft een voorkeur voor jonge meisjes. Maar voor zedenzaken of geweldsdelicten was hij op dat moment nog nooit opgepakt. Op 3 oktober 1980 wordt Koos Hertogs gearresteerd door de politie. Hij was op dat moment 30 jaar oud. Hij werd opgepakt op verdenking van de moord op Edith Post. Het lichaam van het 11-jarige meisje was een paar dagen ervoor gevonden in de duinen bij Wassenaar. Edith is vermoord door een zwaar voorwerp, vermoedelijk door een tak, die naast haar lichaam werd aangetroffen. Edith is uit haar school verdwenen nadat ze voor de handwerkles iets uit een kast elders in de school moet halen. Koos werd verdacht omdat hij gesignaleerd zou zijn in de buurt van de school en in de duinen. Eenmaal op het politiebureau zag de politie veel gelijkenissen met de compositiefoto die was gemaakt naar aanleiding van de moord op de 12-jarige Tialda Visser, een half jaar eerder. De 12-jarige Tialda raakte op 11 mei 1979 vermist na een balletles aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vier dagen later werd haar lichaam in de Haagse laakhaven gevonden. Later komt ook de zaak van de doodgeschoten Emmy de Boer in beeld. De 18-jarige Schiedamse kwam op 3 april 1980 nooit aan op school. Twee dagen later werd ze gevonden door wandelaars in een bos bij het Brabantse Nistelrode. Ze is door haar buik en door haar hoofd geschoten en er werden wurgsporen op haar lichaam aangetroffen. Koos ontkent echter elke beschuldiging. Hij heeft meerdere keren aangegeven dat hij onschuldig zou zijn en dat ze hem zouden moeten vrijspreken. Hij heeft altijd zijn lippen stijf op elkaar gehouden. Hij heeft zelfs aangegeven dat hij nooit een kind kwaad zou doen. Ondanks de dagenlange verhoren bleef Koos ontkennen dat hij betrokken zou zijn bij de moord op Tialda Visser, Emmy Den Boer en Edith Post. De politie had wel al het nodige bewijsmateriaal. Na de moord op Edith Post, kreeg de politie een anoniem telefoontje waarin werd verteld dat Edith Post haar moordenaar zou hebben gebeten in zijn pink. De politie heeft deze kwestie onderzocht en Koos bleek inderdaad in het ziekenhuis zijn geweest die dag met een bijtwond aan zijn pink. Toen ze Koos hiermee confronteerde, gaf hij aan dat hij door een hond was gebeten. Maar de rechercheurs vinden steeds meer aanwijzingen en niet langer alleen in deze zaak. Bij een onderzoek in het huis van Koos werden bloedsporen gevonden van zowel Tialda Visser als Emmy Den Boer. Ook is Koos door meerdere getuigen gezien in een auto bij de school van Edith Post. Dezelfde autobansporen waren te vinden bij de vindplaats van Edith. Tevens werd er een oorbel gevonden van Emmy den Boer op de griezelige zolderkamer van Koos Hertogs. Op de zolder van Koos Hertogs vond de politie een geïsoleerde kamer. Deze kamer was speciaal ingericht om meisjes te martelen en te vermoorden. Volgens Koos zelf was dit echter niet het geval. Volgens hem zou het een sauna- en fitnessruimte zijn in aanbouw. Op de zolder werd ook het pistool gevonden waarmee Emmy den Boer mee om het leven is gebracht. Koos werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Tot 1989 bleef hij ontkennen dat hij de moorden had gepleegd. In overleg met zijn advocaat legde Koos uiteindelijk een deelbekentenis af zodat hij kon worden opgenomen in een TBS-kliniek. Tot aan 2006 zat hij opgesloten in de Van Mestag-kliniek in Groningen. Daarna werd hij overgeplaatst naar de gevangenis. In 2009 startte misdaadverslaggever Peter R. de Vries een onderzoek naar Koos Hertogs. Daarbij werd er gebruik gemaakt van een infiltrant. De jeugdvriend van Koos, Nico van Empel, ging undercover. koffer. Hij bezocht Koos in de gevangenis met een verborgen camera. Op deze beelden is te zien dat hij vertelt hoe hij Tialda Visser, Emmy den Boer en Edith Post heeft ontvoerd en vermoord. Ook bekent hij in deze geheime opnames dat hij bezig was met drie moordplannen... Dit was natuurlijk een behoorlijk primeur voor Nederland. Toen Koos er later achterkwam dat deze gesprekken waren opgenomen, werd hij woedend. Via de rechter probeerde hij ervoor te zorgen dat de beelden niet openbaar kwamen. Maar de voorzieningenrechter had besloten dat de eerste tv-uitzending op 4 april 2010 wel mocht doorgaan. Dit omdat er in deze aflevering geen beelden werden gebruikt die zonder toestemming waren opgenomen. Op 9 april 2010 deed de rechter uitspraak over de beelden die met een verborgen camera gemaakt waren. Het vonnis luidde dat de betreffende beelden van de geplande uitzending van zondag 11 april 2010 niet mochten worden uitgezonden op straffen van een dwangsom van 15.000 euro. Maar Peter zou Peter niet zijn als hij in samenspraak met SBS 6 de beelden niet alsnog zou uitzenden. Peter had maling aan de uitspraak en de beelden werden uiteindelijk toch uitgezonden. Peter ging vervolgens in hoger beroep, maar hij verloor dit op 8 maart 2011. In de derde en laatste uitzending van het programma kwam naar boven dat Koos een bijzondere band had met de toenmalige vice-president van de Haagse rechtbank, Cornelis Stolk. Deze man zou de rijbewijs van Koos hebben betaald en zou hij er ook voor gezorgd hebben dat Koos een betere advocaat kreeg. Ook maakte hij het mogelijk dat Koos op consult kon bij een bevriende vrouwelijke psychiater. De beelden kan ik je niet laten zien. Maar ik kan je wel vertellen dat deze op YouTube te vinden zijn. Koos Hertogs overleed op 19 juli 2015 aan een natuurlijke dood. Hij is 65 jaar geworden. Waarschijnlijk heeft hij nog meerdere moorden op zijn geweten en heeft hij deze meegenomen in zijn graf. Maar dit is nooit bewezen. Denk jij ook dat deze psychopaat nog meerdere moorden op zijn geweten heeft? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken, abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.